Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij Let's Play Train Simulator Classic, met een Bliefjes natuurlijk. Vandaag, dames en heren, gaan wij de IC van Haarlem naar Den Haag Centraal rijden. Goedemiddag machinist, aan jou de taak om IC 2236, Amsterdam-Vlissingen, van Haarlem naar Den Haag. Om Den Haag HS te rijden. Den Haag, dat is niet Den Haag Centraal volgens mij. Maak de trein klaar en laat de passagiers instappen. Fijne rit. Helemaal goed. De deur open. Even de verlichting aan van deze. En zoals jullie kunnen zien rijden we vandaag met de groene firm. Beste reizigers, goedemiddag en welkom in deze trein naar Den Haag HS. Onderweg zullen wij stoppen te Heemstede Aardenhout. Leiden Centraal, Den Haag Laan van Ennooi, met als eindbestemming Den Haag HS. Wij wensen u alle een prettige reis. Nou, dat inderdaad dus. Ja, we gaan dus naar Den Haag HS. Ik dacht vroeger altijd dat Den Haag HS en Den Haag Centraal altijd hetzelfde was. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Dit is namelijk Den Haag Centraal hier. En dit is Den Haag HS. Waar dan precies HS voor staat, durf ik niet in alle zekerheid te zeggen. Excuses, ik moest even niezen. Ik heb nogal last van hooikoorts. Maar ik ga eens even kijken. Den Haag HS, waar HS voor staat. Ik wil eens eventjes weten waar het voor staat. Station Holland Spoor is dat voor. Oké. Dat betekent dus Den Haag Holland Spoor betekent dat. Nou, in ieder geval leuk. Dus we gaan niet naar Den Haag Centraal, maar we gaan naar Den Haag Holland Spoor. En dat doen we dus nogmaals met deze mooie groene firm. Beste reizigers, de trein naar Den Haag HS van 12:21 vertrekt van spoor 6. Ja, inderdaad, dat klopt. Wij gaan zo meteen vertrekken van spoor 6. Oh wel. Nee, voor mij gaat de deur zo meteen al dicht. Zeker wel. We moeten de rem er vanaf. Nou, we kunnen al gaan vertrekken. Dat is op zich wel mooi rap. Gaat trouwens een groen zijn? Ik kan niet zien of ons zijn het groen is. Ja, ons zijn is groen. Mooi. Dan moet ik namelijk even zitjes zeker weten. Goedemiddag, beste reizigers. Het is 9:30 en we zijn zojuist de stip op tijd vanuit Haarlem vertrokken. In de richting van onze eindbestemming Vlissingen. Onderweg naar Vlissingen zullen we nog voor u stoppen in Heemstede Aardenhout, Leiden Centraal, Den Haag Laan van Nieuw-Oost-Indië, Den Haag Hollandspoor, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Laak, Dordrecht en Roosendaal. Tussen Roosendaal en Vlissingen zullen wij stoppen op alle tussengelegen stations. Namens het personeel van deze trein wens ik u een hele prettige reis. Ja, ik moest eventjes de omroep even uitzetten van het hoe dat systeem van de RW Enhancer. Dat doe ik dan even omdat we al een omroep hebben namelijk, dus zodoende. Nou ja, anyway, wij gaan zo meteen lekker op de tractie, terwijl deze trein binnenkomt. Dus even kijken of mijn koersbonnen trouwens al goed staan, maar dat heb ik nog niet gecontroleerd. Extra trein, nou, zeker niet. We gaan naar Vlissingen normaal gesproken, hè? Dus ik zit hem al even op. Is dat op Vlissingen? Is het voor ons? Nee, dat was niet voor ons. Ik dacht al van, wat zullen we nou krijgen? Bad Bentheim is ook wel een leuke die er staat. Eigenlijk Den Haag HS is het eindpunt natuurlijk, maar in dit geval is het toch echt eventjes Vlissingen. Oh, ik zag hem al staan. Ja, kom maar. Vlissingen. There you go. Nou. Even wat meer tractie geven. En dan gaan we zometeen door naar Heemstede en Aardenhout. Ik weet trouwens niet of het normaal is dat de intercity hier overal ook stopt. Zo. Even kijken, wij zijn IC 2236. Even kijken, IC 2236. Nou, nee, daar gaan we zeker niet naartoe.
Oké, dat is toch echt. Ja, 2236. Hmm. Nou, maakt op zich niet uit. Ik kijk zo meteen wel even. We moeten ze toch zo meteen even stoppen. Namelijk op Heemstede. En daarna direct door naar Leiden. Even waar hebben we nu? En dan komen we zo meteen aan bij ons eerste stop. Heemstede Aardenhout. Ik weet niet of dat omgeroepen was. Of het was omgeroepen en ik heb het niet goed gehoord. Het volgende station is Heemstede Aardenhout. Station Heemstede Aardenhout. Als je het over de boosdoener hebt. We kunnen hem prima neerzetten bij bakbotje nummer 4. Nou, prima stop, al zeg ik het zelf. Ding! Om veiligheidsredenen verzoeken wij uw bagage niet onbeheerd achter te laten. Singapore. Geen studentenreisproduct meer. Blijf toch lekker reizen met een gratis dalvoordeel abonnement. Ja, tuurlijk. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Dan geef je NS geld, terwijl je het soms niet eens met ze rijdt. Je ziet de fotograafse jockey een beetje in beeld. Nice. Nou, eens even kijken. Ik wil nog even wat comments van de vorige keer behandelen. Want de vorige keer hadden we ook op deze route gereden, alleen de andere kant op. Toen gingen we van Den Haag naar Haarlem. En dat was als een sprinter zijn. Dus we waren toen ook. We stopten toen ook op alle tussengelegen stations, stopten wij toen. Ik begin even met een comment van BMW-fan Ryan. Wie kan me helpen deze mods te downloaden of zou het eerst wel een video kunnen maken? Het beste wat je kunt doen is even op Dutch Sims of op de Discord van Rupke even om hulp vragen. De trein naar Den Haag HS van 12:26 vertrekt van spoor 2. Ja, dat klopt. Dat zijn wij namelijk. Spoortje nummer 2. Compleet ontspoord. Nee, dat is niet waar. We zijn niet ontspoord. Zo, wij mogen vertrekken. En natuurlijk nog, voordat we verder gaan met de rest van de comments, even een bedankje naar mijn tier 3 subscribers van mijn kanaal. Dat zijn de Dutch Retro Gamer, Nicola van Bimmel 2, Nederland Rob Jansen en Stefan Dieman. Heel bedankt natuurlijk voor jullie continue support aan mijn kanaal. Zo. Nou, wij rijden hier mooi weg. En we gaan nu in één keer door naar Leiden Centraal. Hopen dat we dat ook lekker snel kunnen doen. Eens eventjes kijken. Dan gaan wij verder naar de comment van Wouter van Nijnatten. Het scenario loopt niet helemaal vlekkeloos om te zien. De binnenkomende SNG zou gewoon op het perron naast je moeten komen. In Leiden moet je gewoon op tijd groen krijgen. En waarom de deuren van de firm niet open gingen op Leiden is mij ook een raadsel. Zelf verliep bij mij alles heel goed. Dan heb ik nog 15 minuten te gaan. Lom. Rond 30 minuten 20 moet een A2 baanstoring voorstellen. Een sneaky verrassing om de speler wakker te houden op deze vroege ochtend. Aha! Ja, ik dacht al van, wat is dat nou? In één keer schiet die A2B snelheid schoot in één keer omlaag. Ik dacht van, Ja, het was ook wel inderdaad een verrassing inderdaad, ja. Je wordt er inderdaad wel een klein beetje wakker van. Dat is zeker wel waar. Zo. Nou, dus nu gewoon één stuk lekker recht doorrijden. Dan hebben wij een comment van Steve. In Leiden volgde nog een klein stukje verder. De sprinters staan altijd helemaal vooraan. Je stopt op de plek van de IC. Het andere spoor vanaf Leiden is naar Hoofddorp. Inderdaad, Schiphol in Amsterdam-Zuid. Nou, en zoals ik al zei, ik ben niet heel erg bekend in dit stuk, zeg maar. Ook met deze baan helemaal niet.
Dus ik weet oprecht niet waar de IC hoort te stoppen of waar de sprinters horen te stoppen. Ik heb echt oprecht geen idee. LT Modding op 27 minuut 12. Die kant ging inderdaad naar Schiphol langs Sassenheim, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Mooi stukje althans. Minion J Games, Den Haag van NOI is afkorting voor Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-India. In ieder geval, dankjewel, dat weet ik in ieder geval ook. Dus Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-India. Oké. Dit vind ik trouwens nog steeds helemaal geweldig, hè? Kijk even aan de rechterkant aan, jongens. Gewoon die mooie tulpenvelden. Kun je trouwens beter vanuit hier zien, denk ik. Dit vind ik mooi. En het gesqueak van die film, ik weet niet of ik dat zo mooi vind, maar... Dat hoort wel een beetje bij. Ik vind gewoon die velden zijn gewoon hartstikke mooi. En het squeaken van de firm hoort helaas ook bij. Dit is ook al helemaal mooi toch? Eigenlijk... Ik denk dat dit nog gaat lukken, maar ik wil eigenlijk een... Ik wil een Nederlands screenshot hebben namelijk. En dat is het mooiste kun je natuurlijk doen met die mooie... met die mooie tulpenvelden natuurlijk. Maar dat wil ik wel een beetje op gelijke hoogte zitten met de firm zo. Hoeft ook niet al te overdreven in beeld natuurlijk, maar wel een beetje. Zodat je wel die mooie tulpenvelden in beeld hebt blijven natuurlijk, hè. Zo. Eventjes kijken. Panto Studios, hoi. Leuke video. Ik heb de route ook geïnstalleerd. Hij is op zich wel mooi. Kan je een keer bouwplaten maken van treinen in een video? Hoe bedoel je met bouwplaten maken? Ik snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Oké, dit is zo mogen we lekker mooi voorbij scheuren. Doei doei. Dat is ook wel een keer fijn. Dan hebben we René Gubbels, briefjes goed gereden op Tracy Blater met de SNG. Van station Den Haag Centraal naar station Haarlem met als tussenstop Den Haag Laan van Noordoost-Indië. Wat was het ook alweer? Laan van Nieuw-Oost-Indië was het. Ja, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Station Den Haag Mariahoeven, Voorschoten, station De Linde, station Leiden, Voorhout, Hillegom, Heemstede, Aanhout. Die was overal netjes op tijd. Was dat zo? I'm not sure. Mooie, leuke route, ook voor een herhalingsvatbaar. Op naar je volgende videoscenario. Ik ben super groot van je. René, daar ben ik ook heel blij mee. En dat is wel gezellig om te zien dat jij altijd nog actief blijft commenten, om het zo te zeggen. Ietje, tijdje terug in Den Haag geweest spotten. Leuke stad met trams en zo. Ga nog eens terug naar daar, want ik ben veel filmpjes kwijt van de treinen. Telefoon kwijtgeraakt, mooie route. Dat is natuurlijk wel een goed idee natuurlijk, Ietje. Maar het klopt inderdaad, het zag er op zich ook wel goed uit. Ik ben zelf nogmaals maar één keer in Den Haag geweest. Dus ja, dat was natuurlijk, één enkele keer, maar goed. Maar het zag er inderdaad wel mooi uit, wat ik mij van kan herinneren in ieder geval. Nou, hier moet ik eventjes afremmen. En als het goed is, gaan we nu ook mooi over het middelste spoor. Want de vorige keer, zoals ik me kon herinneren, ging het volgens mij over de buitenste sporen. Maar daar ben ik niet meer heel erg zeker van. Jesse de Groot, de TSB, tijdelijke snelheidsbeperking, borden stonden daar in verband met onbewaakte overweg. Onderweg kwam je langs het voormalige journalist dat gesloten is sinds 1944. Later hadden ze daar nog bij de zijsporen een kant-en-klaar perron geplaatst voor onder andere de Keukenhof Express die toen reed. In de voormalige station Lisse zit tegenwoordig een restaurant gevestigd. De laatste restaurantenspoor zijn op VAM-terrein zijn gesagneerd. Nieuw-Oost-Indië is Laan van... Laan van Nieuw-Oost-Indië. Tussen Den Haag, Mariahoeven en Nieuw-Vennep is de maximale snelheid 160 km per uur. Thalys kon daar 160 km per uur rijden. Door mate van ATB en geen module in de cabine heet ATB Plus. Oh, dat is op zich wel geinig dat hij dan ietsje sneller kon. Is ook wel lekker dat je dan net iets rapper kunt rijden dan de rest natuurlijk.
Even kijken, Frank Leurs, kon je bij de rit niet stations afvinken? Zoals je hebt gehad. Ja, goh, station De Vink afvinken is natuurlijk ook wel mooi op je lijstje. Even kijken, Trainspotter, Duin en Bollenstreek. De L-borden bij Lisse hadden te maken met een nabel, oftewel onbewaakte overweg. Oh, dan komt hier trouwens een mooie trein langs. Dat is toch die, is dat niet die dinertrein of zo? Oeh. Ik weet niet zeker waar die ook voor gebruikt wordt. Maar iets zeg maar, het is wel binnenkomen als een dinertrein. Ik weet niet waarom, maar... Deze is nu verdwenen en tijdelijk als een huisbeperking zijn inmiddels opgeheven. Dat is in ieder geval goed dat die ellende opgeheven is. Maar ik had ze wel gezien. Het zou zomaar kunnen dat ik ze nu weer compleet over het hoofd ga zien. Dat zal je natuurlijk weer net gebeuren. Kelly Jacobs, ik heb flink wat euro's besteed aan add-ons en treinen om met NL-routes aan de praat te krijgen. Maar helaas lukt dit niet. Misstukken perron uit route Noordwest-Nederland en de lijnen boven op het spoor. Veel assets zijn ook niet te downloaden, dat is balen. Nou, valt op zich nog wel meer hoor, Kelly. Ik bedoel, je kunt de bovenleiding, wat voornamelijk de bovenleiding van Michael wordt gebruikt. Die is te downloaden op zowel Dutch Sims als Sim Together. Brons zijn allemaal van Chris. En die kun je zowel van de site van Chris downloaden. Dus dat is... dat gaat op zich... zou dat prima moeten gaan. Even kijken. Kelly zegt ook op een comment van iemand anders... ik heb geprobeerd via de linkjes die vaak in de omschrijvingen staan van A6 die nodig zijn. Maar de website geeft aan dat het niet meer is. Of het werkt gewoon niet meer zoals spoor- en bovenlijnen. Ik heb één route waar die gewoon compleet missen. Maar zijn wel gedownload. En ik vond het jammer dat op veel routes je tegenwoordig bij een trainer van Chris Trains moet hebben. Ja, dat komt omdat Chris een grote reseller van dit soort treinen is. Wat trouwens Luke Haan nog als tip geeft is wel een goeie om je scenery density op helemaal op z'n allerhoogste te zetten. Want het kan zijn als je die eentje naar links hebt staan, dat daardoor jouw bovenverleiding niet verschijnt namelijk. Dus dat is inderdaad nog een goede tip van Lucas. Niels zegt dat ik goed gereden heb, dan dankjewel Niels. Theo de man, ik kom uit Den Haag en Laan van Nooi betekent Laan van Nieuw-Oost-Indië. Yes, ik mag hem ook vooral niet meer vergeten. Laan van Nieuw-Oost-Indië. Want als ik dat nog één keer vergeet, dan brand ik me lekker over de vingers. Zo. Even kijken, treinen door NL meldt ook nog een keer Laan van NOE is Nieuw-Oost-Indië. Even kijken, Cheetah, fun fact, de weg die het station kruist heet links van het station Laan van Nieuw-Oost-Indië Den Haag en de rechts van het station heet Laan van Nieuw-Oost-Einde. Het station wordt ook aangedaan door maar liefst 4 tramlijnen. Oh my god, dat zijn er best wel wat. We komen trouwens ook zo meteen in de buurt van Leiden. En zoals jullie merken rijden wij nu over het buitenste spoor. Wij reden zojuist over, of de vorige keer, reden wij over het binnenste spoor. Dus dat is op zich wel leuk. Nou, wij moeten hier zo meteen gaan remmen. Ik dacht dat de remcriterium in deze trainer zat. Schijnbaar niet. En we moeten zometeen in Leiden stoppen op perron 8B. Zo. Beste reizigers, het volgende station is Leiden Centraal. In Leiden kunt u overstappen op de Intercity naar Den Haag Centraal. Deze trein vertrekt om 12:45 van spoor 9B. Dat is aan de overzijde van ons perron. Tevens kunt u overstappen op de Sprinter City naar Utrecht Centraal. Deze trein rijdt via Alphen aan de Rijn en Woerden en vertrekt om 12:53 van spoor 1. Gaat u onze trein in Leiden verlaten, vergeet dan niet om uw persoonlijke eigendommen mee te nemen en is
rechtslijnen het eindpunt van uw reis, vergeet dan niet om uit te checken met uw OV-chipkaart. Dames en heren, over enkele ogenblikken, station Leiden. Het leek net alsof hij ergens in het midden zei van de Sprinter City. Het leek net alsof... Ik hoorde het waarschijnlijk verkeerd, maar het leek net alsof het zo gezegd werd. Ik dacht van, hoor ik dat allemaal goed? Ik kom ook gewoon met dik dachten, kom ik even dit perron opgescheurd. Nieuw. Even kijken, hoe laat kunnen we hier straks even... Oh jeetje, we zijn hier wel heel vroeg, of niet soms? Je kunt ook wel merken dat we een klein beetje aan de vroege kant zijn. Ting! Volgend is jij mooi happy. Altijd fijn. Doei! Die trein ging even mooi lekker vandoor. Ja, we moeten hier wachten tot 45. Dus ik dacht van, ik ga gewoon even de tijd eventjes wat mooi vooruit spoelen. Dan sta je ook zo lang stil. Met de handtekening van Michiel van Sinderen. Om veiligheidsredenen verzoeken wij u uw bagage niet onbeheerd achter te laten. Nee, dat is nooit een goed idee inderdaad. Het enige wat een beetje jammer is, is dat de party time, die telt niet echt daadwerkelijk mee met dit mooie verhaal. Maar goed, daar weer de ICM, die natuurlijk door Chris een complete mooie makeover gaat krijgen. Dus mocht je nog zoiets hebben van, mocht je de ICM in bezit hebben, dan krijg jij ook uiteraard die mooie update. Ik zal eens kijken of Chris toevallig ook nog wat de laatste update is van de ICM-update. Even kijken. De laatste update is de raamframes zijn vervangen. De window en doorframes die zijn vervangen. Die waren eerst gewoon knijten dik. Eerst waren ze heel erg dun. Je ziet dat ze hier vooral heel erg dun zijn, die raamframes. En die worden straks wat meer zwarter. Dus dan zie je er wat meer. Ziet er wat mooier uit. En waarschijnlijk worden de physics van de trein ook aangepast. Dus het zou kunnen dat sommige scenario's met ICM's daardoor kapot kunnen gaan. De kans is wel echt een beetje klein. Maar de kans is wel aanwezig dat het kapot kan gaan, omdat de physics aangepast worden. Nou, het is hier wel in ieder geval een mooi ICM en Veerenparadijs, dat moet ik wel even zeggen. Het is hier nu wel mooi druk zo, of niet? Ik denk ook al die treinen er mooi op kan krijgen, dat denk ik weer niet, maar... Maar dit zou wel prima kunnen trouwens. Nou, onze deur is dicht gegaan, dus wij mogen nu vertrekken. Naar station Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Oh, we vertrekken tegelijkertijd met ICM. Dat is altijd mooi. Maar het ICM gaat wel zijn mallen vandoor in ieder geval. Holy crap, is hij. Ik heb mijn tractie op 100% staan en ICM denkt van, ik schiet er vandoor. Ja, wacht maar even, vriend. Ja, ik hoop toch wel dat we naar links gaan. Oké, we gaan wel naar links. Ik dacht van, holy crappers. Waarom mag hij sneller dan ik? Dat vind ik echt complete onzin.
Oh, nog niet, nog niet. Nu wel. Nieuw. Tractie. Nou ben ik wel benieuwd hoe lang we achter die ICM bleven hangen eigenlijk. Mogen we het eigenlijk voorbij? Trekken wij nog ietsje sneller op dan wat hij doet? Wij trekken wel sneller op. Of hij moet hier zometeen stoppen, dat kan ook nog. Waarschijnlijk moet de ICM hier zometeen nog stoppen en wij niet. Haha. We gaan hem pakken, maar niet jongens, we gaan hem pakken. Ah, we mogen hier 160, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Ga je gewoon 140 rijden. Hij hoeft niet te stoppen, wij gaan gewoon iets sneller. Hey! Nou, kom op, we gaan inhalen dat ding. Oh, nope, 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 nope. Gelukkig kan ik nog even pauze zetten. Yes, boys. Nieuw. Maar zijn we nu wel voorbij, dacht ik. Ja, we zijn er wel voorbij. Ah, we kunnen ook voor tractie even loslaten. Misschien komt hij later weer bij ons in de buurt. We gaan gewoon lekker een beetje EZR rijden, want onze ETA is namelijk gewoon prima eigenlijk. Of zou hij 130 mogen en wij 140? Dat zou ook nog kunnen. Maar we rijden nog wel steeds van hem weg volgens mij. Maar later. Of we hier moeten stoppen. Volgens mij niet ook wel. Volgens mij rijdt hij hier gewoon door. Al maken we wel denk ik heel veel terrein op die beste man daar. Nee, hij mag ook gewoon doorrijden volgens mij. Ja, hij rijdt ook gewoon door. Oké. Okay. Even kijken. Brammy, bij mij wil de SNG niet opstarten. Dan moet je even de handleiding van Chris volgen. Dan kun je in. Kun je puntje voor puntje zien hoe je moet. Hoe je moet opstarten. YouTube commenter. Deze route lijkt heel erg bij mij. Zelfs met high-end specs. Ja, maar bij mij heeft hij natuurlijk wel van die haperingen erin zitten. Dus ik snap wel wat je bedoelt, maar. Ik kan er niet veel aan doen. Hebben we nog ergens een spoorwegovergang trouwens? Of zijn die allemaal hier uitverkocht, spoorwegovergangen? Nou, het lijkt erop van niet dat er volop spoorwegovergangen komen. Oh, we moeten er straks om 54 vertrekken. Nou ja, zoals je ziet, links onderin is onze ETA nog steeds prima wat dat betreft. Dus we kunnen hem gewoon lekker uit laten rollen. Even kijken. Jan Spoelstra, die herinnert mij dat... Laan van Noordoost-Indië, van Nieuw-Oost-Indië is een voorstadstation. Oké. Okay. Ding? Oh, 130. Rijdt toch al. Even kijken. Op 43 minuten 13 in het spoor gaat richting Beverwijk. Ja, klopt. Ik kwam inderdaad later achter, inderdaad. Dat het spoor inderdaad naar Beverwijk gaat. Ik dacht dat het spoortje naar Zandvoort was, maar dat had ik mis. Johan Tas, hey Maria Hoeven, je rijdt bij mijn ouders achterlangs, dat is altijd leuk. En dan de laatste comment is van EK669, die zegt top. Nou, ik weet niet wat zo top is, maar wel top dat het top is. Hè, wat? Ja, dat. Anyway, zullen we eens kijken wat onze achterligger is? Jeetje Wiener nou zeg. Ik dacht dat ik langzaam ging rijden, maar goed. Anyway, wij komen zometeen binnen op Den Haag Centraal, Laan van Nieuw-Oost-Indië.
Ik ben benieuwd of we daar ook die ICM weer gaan treffen. Of dat die beste man hier zo meteen moet stoppen. Hij komt wel weer een beetje dichter bij ons in de buurt in ieder geval. Misschien komen ze hem even tegen. Misschien mag hij zelfs wel doorrijden bij Laan van Nieuw-Oost-Indië. Oh nee, hij gaat hier... hij gaat sowieso naar Den Haag Centraal als hij op dat spoor zit. Ja, hij gaat naar Den Haag Centraal heen, denk ik. Of tenminste, als dat naar Den Haag Centraal is. Even kijken, waar zijn wij? Hier. Oh nee, hij kan nog wel uitkomen trouwens, bedenk ik me net. Het gaat niet naar Den Haag Centraal in, daar zat ik fout. Hij komt dan waarschijnlijk via daar, kan hij wel weer bij ons terechtkomen, eventueel. Of hij schudt ons voorbij, dat kan ook nog. Dames en heren, goedemiddag. Over enkele ogenblikken Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Station Den Haag, Laan van Nieuw-Oost-Indië. Ja, je bent heel erg geneigd om te zeggen Noordoost-Indië, maar het is Nieuw-Oost-Indië. Zo, dan gaan wij even proberen om bij bakbordje 4 in ieder geval netjes neer te zetten. Oh, mag die grappenmaker gewoon doorrijden hier, hè? Hoe unfair is dat? Maar misschien zien we hem straks wel weer, hè? Waar gaat hij trouwens naartoe? Oh, wauw. Oh, dat lijkt inderdaad dat hij echt wel naar Den Haag Centraal rijdt. Deze gaat 100 punten naar Den Haag Centraal. Toch? Nou, even kijken. Ik weet niet of ik hem echt wel goed heb, ja of nee. Ja, dat kan niet anders. Die gaan naar Den Haag Central. Nou, doei, was leuk om tegen je te racen in ieder geval. En dan gaan wij zo meteen door naar ons eindstation. Den Haag, Hollandspoor. Oh, er komt nog een flowfirm. En daar komt nog een SLT'tje die zojuist van Den Haag Centraal was vertrokken. Wij mogen in ieder geval gaan vertrekken. En dat doen we gewoon vanuit deze camerastand, denk ik. Omdat het gewoon kan. Nou, de firma aan de andere kant die ging gewoon ook weg, zo te horen. Zo. We hebben geel 80. Oké. Okay. Over enkele ogenblikken komen we aan op het station Den Haag-Hollandspoor. Hier kunt u nog overstappen op de sprinter naar Dordrecht. Deze trein vertrekt om 12:59 van spoor 3. Dat is aan de overzijde van ons perron. Na een korte stop zal deze trein verder rijden in de richting van Rotterdam, Roosendaal en Vlissingen.
Gaat u in Den Haag-Hollandspoor onze trein verlaten, vergeet dan niet om uw persoonlijke eigendommen mee te nemen. Dames en heren, over enkele ogenblikken, station Den Haag-Hollandspoor. Ja, ook de eerste keer dat we hier trouwens gaan rijden. Nou ja, Den Haag-Hollandspoor, nou ja goed. Ik heb hier nog niet gereden, laten we het zo zeggen. Dit is ook de eerste keer dat ik hier binnen kom rollen. Laat ook vooral met ietsje meer rust hier binnen komen rollen, denk ik. Niet als een of andere halve marathon is. Zo. Er zijn hier een paar mooie treinen afgerangeerd aan de linkerkant. Ziet er wel goed uit. Zo, ik zet hem wel netjes hier neer. Goed, dames en heren, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doen even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je uiteraard meer van mijn afleveringen wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op mijn kanaal. Dames en heren, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.